Hallo. Wanneer we kijken naar onze huidige media, krijg ik in elk geval een heel koud hart. Toen ik in 2011 mijn protest kenbaar heb gemaakt via de Occupy-beweging, kwam ik erachter hoe schokkend onze mainstream media de waarheid verdraait. Terwijl wij in de kou zaten te lijden, werd ons aangemeten dat we kampeerders waren. Terwijl wij probeerden gehoord te worden, werd er bar weinig aandacht aan besteed. De aandacht die het vaak kreeg, was negatief. Alsof wij ineens de vijanden waren. Een hele vreemde gewaarwording is dat, mag ik wel zeggen. Direct kreeg ik op mijn werk de bijnaam Okkiegek. En flauwe grappen als, oké, ik kom wel even langs en dan rijd ik mijn auto door jullie kamp heen, kreeg ik te horen. Ik wist al dat veel mensen oogkleppen op hebben, maar dit werd ook nog eens gevoed door de media. Bent u wel eens geïnterviewd? Zijn uw woorden daarbij juist overgebracht? Volgens mij is dat eerder een uitzondering in deze wereld. In onze 2 minuten media is er gewoonweg geen ruimte voor wat er gezegd moet worden. Zelfs wanneer je live gaat, is het zeer moeilijk om goed gehoord te worden. Om de 5 minuten een reclameblok, terwijl je antwoord ruim een uur kan duren. Maar daar hebben de kijkhuiskindertjes geen tijd voor. Op dit moment worden diverse alternatieve mediamensen bedreigd. Wanneer we kijken naar de aftermath van de tv-verschijning van Alex Jones bij Piers Morgan, zien we dat er wordt gezegd dat het houden van wapens toch wel ergens goed voor kan zijn. En dat ze Alex best eens om konden gaan leggen. Op de tv na te bijna. Alex Jones is de Amerikaanse grondwet aan het verdedigen. En tot mijn verbazing is het merendeel van Amerika het niet met hem eens. En dat terwijl die Amerikanen zo te koop lopen met hun grondwet. Ik snap het gewoon niet. Ben ik nou zo gek? Hoe zijn die Amerikanen nou gek? En wat vind je van die hetze om Julian Assange? Die heeft zich in een ambassade moeten verschuilen, anders zou hij worden opgepakt. Er wordt gezegd in verband met een verkrachting, maar de feiten rond deze zaak stinken een uur in de wind. En we weten allemaal waarom hem dit overkomt. Vanwege zijn Wikileaks. Wist u dat er al jaren iemand vastzit omdat hij smerige documenten heeft doorgesluist naar de Wikileaks? Zodat ook wij konden zien welk een vuilig spelletje er met ons wordt gespeeld? Bradley Manning is zijn naam en hij wordt in een cel alleen en zonder licht vastgehouden zonder dat er ooit een proces tegen hem is geweest. Dat laatste komt omdat hij een militair is. We lezen de afgelopen dagen dat een Amerikaanse en een Duitse klokkenluider overlijdt. De Amerikaanse klokkenluider heeft kennelijk zelfmoord gepleegd. Of zoals sommigen beweren, gezelfmoord. De Duitser is om het leven gekomen bij het joggen. Toch wel toevallig dat juist deze mensen op zulke manieren sterven. En het komt de mensen wel heel goed uit die liever hebben dat wij braaf ons mondje houden. Misschien zijn deze mensen werkelijk vermoord om hun stil te houden. Dan doe jij natuurlijk ook weer minder snel je mond open. Ik bedoel, wat zou jij doen met een video van Demmink in actie? Kun je daar nog mee naar het politiebureau? Of teken je dan je eigen doodvonnis? Wat als de verhalen van Micha Kat waarheid zijn? Waar kan je dan nog naartoe? Zoals mevrouw van der Plas naar Amerika? Wat heeft dat ons opgeleverd? Dat het internationale hof misschien uit Den Haag wordt gehaald? Wie gaan we dan met die taak vertrouwen? Amerika? Laat me niet lachen. En om terug te komen op Micha Kat. We hebben allemaal gezien wat er na het oppakken van Jasper Steringa is gebeurd. Ook hij kreeg doodsbedreigingen naar zijn hoofd geslingerd omdat hij de heer Vaatstra zou stalken. Beide heren hebben in het verleden veel samengewerkt en ik vermoed dat de heer Kat na de uitspraak van de heer Vaatstra het wel uit zijn hoofd zal laten om nog te bellen. Van waar die roep om psychische hulp voor de heer Kat?
of de roep om diens dood. Het mag duidelijk zijn dat elke journalist die een beetje professioneel wil overkomen, nieuwe ontwikkelingen van de zaak waarmee hij al bezig was, meer over wil weten van de hoofdrolspelers. Vandaar ook dat hij gewoon belt van, hey, er zijn nieuwe ontwikkelingen, tell me about it. Daarnaast had de heer Kat gelijk toen hij zei dat een DNA-test nooit 100% juist kan zijn met onze huidige technieken. Dit kun je zelf nakijken op internet. De krantenkoppen hadden moeten zijn 99,99% DNA-match. Kom, nu nog de bekentenis. In plaats van 100% match! Dat was de volledige waarheid geweest. Nu heb je van tevoren Jasper al veroordeeld door te stellen dat de match 100% is. En zeg nou zelf, heb jij je niet afgevraagd waarom Jasper zijn DNA heeft laten testen? Dat is toch om de zotte? Nee, het ergste in deze zaken vind ik nog de pijn die dit debat moet opleveren voor de nabestaanden. Niet alleen heb je een groot verlies te verwerken, maar ook alle speculaties van iedereen. Maar waarom doet de media dan ook niet zijn werk? Er is één schutter opgepakt bij de Batman-calamiteit. Maar er wordt gepraat van meerdere schutters. Zo ook bij de Sikh Tempel en bij Sandy Hook. Heeft u die schutter van Batman-film gezien toen hij voor het eerst werd verhoord in de rechtszaal? Zo space als een konijn lijkt hij. Ik vraag me af wat hij op dat moment zag en ervaarde. Hij moet haast wel space zijn geweest, want zijn mooie booby trap had hij ook al verklapt aan de politie. Je zou toch zeggen dat er meer doden, en met name de politie, toch zijn doel zou moeten zijn geweest. Erg vreemd hoor. Maar wat vreemder is, is het feit dat de mainstream media zich zulke dingen niet eens afvraagt. Wat bezitten die lui met hun hoofd? Dan krijg je toch vanzelf mensen die dingen gaan bedenken en uitspreken. Wanneer de media half werk verricht, moeten wij het zelf gaan proberen. Het probleem is echter dat de meesten van ons over te weinig betrouwbare informatiekanalen beschikken. Kijk nog eens naar het verhaal van WikiLeaks. Twee mannen worden op dit moment keihard onder druk gezet om dit te stoppen, om WikiLeaks te stoppen. Denk je dat wat er op WikiLeaks wordt gereleased allemaal waarheid is? Misschien heeft Assange wel een team ingehuurd die telkens van deze documenten aanmaakt. En misschien zit Manning wel gezellig ergens verstopt ze te leven van zijn aandeel van de winst. Hoe ver wil je het konijnenhol ingaan? Heb je de film The Tail That Wagged the Dog al eens gezien? Hierin wordt vlak voor een verkiezing een nepoorlog door de spindokters verzonnen. Wellicht is WikiLeaks ook zo'n soort verhaaltje om internet dicht te pluggen. En zo werd er weer een nieuwe complottheorie geboren, die ik overigens niet ondersteun. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het mogelijk is om een volk op deze wijze om de tuin te leiden. We kennen allemaal de zogenaamde archiefbeelden van het journaal. Hoeveel Irakezen hebben u verteld dat ze hebben gedanst bij het neerhalen van Saddam's standbeeld? Zullen we nog dieper het konijnenholletje ingaan? Natuurlijk gaan we dieper! Want als ook maar de helft van bovenstaande waar is, in hoeverre kunnen wij dan nog uitgaan van al het andere wat ons wordt voorgeschoten? De bekende uitspraak wie wint schrijft de geschiedenis is er niet voor niks. In hoeverre kunnen wij dus onze geschiedenisboeken weggooien? Ik vermoed dat er weinig overblijft wanneer de waarheid boven tafel komt. Onze beschaving is uit het niets ontstaan, weten onze wetenschappers ons te vertellen. Deze beschavingen, Sumerië en Egypte, waren vanaf het begin bekwaam in de bouwkunst en letterkunst. En nog veel meer die daarvoor niet voorkwam. Poef, zo plop en daar is het. Niks ervoor. Alleen wat simpele boeren en jagers die constant rondtrokken. Maar wat recenter weten we ondertussen ook dat onze huidige boeken niet de waarheid vertellen. Niet de Romeinen, maar de barbaarse Kelten hadden bijvoorbeeld het eerste wegennetwerk. Barbaren? Stinkend rijke barbaren. Misschien wel rijker dan Rome. Waarom dan barbaren wanneer ze ook hun eigen cultuur hadden?
Al de stammen die oorlog hadden met de Rome waren een stuk minder barbaars als de Romeinen ons willen laten geloven. Zelfs nu nog, na duizenden jaren. Waarom is dat toch? Moeten wij geloven dat de Romeinen beschaafd waren? Als ik hun verhalen lees, zie ik alleen maar onbeschaafde, lompe veroveraars met een dikke eigenwaan. Je betekende volgens de Romeinen alleen iets wanneer je een Romeins burger was. We kunnen rustig stellen dat wat er tegenwoordig gebeurt niets nieuws onder de zon is. Of er werkelijk een verbond is tussen de media en de overheden, is, lijkt mij gezien de feiten, zeer waarschijnlijk. Berlusconi? Ik denk persoonlijk dat we hier wat aan kunnen en moeten doen. Ik ga het je alleen niet voorkouwen. Je zult er zelf weer eens wat moeten gaan verzinnen als je er iets aan wilt doen. Succes ermee.